gaan kijken, want daar wordt de sprint al vroeg aangetrokken. Daar gaan we kijken wie in de rapste is in dit pak. Is het Welte daar in het midden? Is het dan Welte? Nee, het is een andere rammerman, maar toch. Ja, het is Welte. Het is inderdaad Bruggelman. Bruggelman. Kijk eens, Christel die is er al met de bokaal en de bloemen en de welverdiende zoenen voor de man op de derde plaats, Luc Lohuis. Van drie gaat ze met de bloemen naar twee. En ook daar een mooie bokaal voor de man daar in het shirt van Monkey Town, Danny Voogd. En van twee is er nog maar één treetje hoger. En dat is voorbehouden aan de winnaar van de 32e editie van de EPZ-omloop van Bosselen. De man daar in het midden, de man van de WRV, de peddelaars, Giel Bruggelman. Kijk eens, een glimlach van oor naar oor. Christel, jij mag ertussen gaan staan bij deze mannen, want dan wordt het plaatje alleen nog maar mooier. En dan worden er foto's gemaakt en foto's omlijsten wij ook hier in Sierenhoek met een heel mooi applaus. Laat het maar horen voor het podium bij de junioren. Luc Lohuis, Danny Voogd en Giel Bruggelman. Jongens, dit gaan we eventjes ontkurken. Dit gaan we even mooi vieren hier in Sierenhoek. De mannen van de WRV, de peddelaars, met hun winnaar Giel Bruggelman. Sprint inderdaad en dan naar de tweede plaats gesprint. Hier op het podium Danny Voogd. Een mooie sprint, maar in de finale keken jullie een beetje te veel naar elkaar, denk ik, in de kopgroep. Ja, er waren natuurlijk wel veel mannen die al kapot zaten. Ik zat samen met nog een jongen vanaf de eerste kopgroep in de kopgroep. Dus we waren al aardig kapot. Ja, op een gegeven moment is het gewoon finale. Je hebt weinig ploegen met meer man mee, dus dan ga je kijken naar elkaar. Maar ja, ze kwamen er niet bij, gelukkig. Ze kwamen er niet bij, gelukkig. En hij wordt dan tweede in de sprint. Ze zaten aardig kapot. Dat geldt waarschijnlijk niet voor de winnaar, of toch? Nou, ik zat wel vrij kapot, maar ik zou het nog een keer proberen. Dan kan uiteindelijk niet weg. Dat is een goede sprint. Je moet dan gaan sprinten en dan lijkt het al van zullen we al heel vroeg aangaan voor die sprint. Ja, volgens mij deed hij aan. En ik zat bij Bram in het wiel. Ik wist dat hij rap kon aankomen. Ja, ik ging er gelukkig overheen en dat voel ik ook nog. En dan lekker hier op het podium. Ik heb eens even kort gesprint. Vorig jaar zat je ook regelmatig kort bij het podium. Hoe is het seizoen tot dusver? Ja, het ging wel goed. Ik zat er vaak bij. Alleen ik kon het tot dusver nog niet afmaken. Tot dusver niet afmaken, dat is vanaf vandaag veranderd, want hij kon het hier afmaken in Sierenhoek bij de junioren. Laat het nogmaals horen, want hier staan drie geweldige kanjers. Hier staan de nummers 1, 2 en 3 bij de junioren. Hier staan Giel Bruggelman, hier staat Danny Voogd en Luc Lohuis.